Ook hier in de gemeente Voerendaal is er vandaag een soort alternatieve lintjesregen. We hadden daar als zoon nu graag bij willen zijn, maar dat wil de burgemeester Wilhoeben niet. Ik ga u toch vertellen wie vandaag in Voerendaal een lintje heeft gekregen. Maurice Windhagen uit Klemmen krijgt een lintje onder andere voor zijn werk bij de Stichting Daalzicht en zijn werk als dirigent bij twee fanfares. Frank Monen, ook uit Klemmen, medeoprichter van de Moezeband en bekend van de Speelweide en de buurtvereniging in Klemmen. Joost Loop uit Voerendaal, bekend van zijn werk voor de carnavalsvereniging Kunrade en het is een oud-raadslid van Voerendaal. Jo Hamers uit Klemmen. Hij heeft veel werk gedaan voor de voetbalvereniging en de carnavalsvereniging uit Klemmen. En tenslotte Bert Rademakers, ook uit Klemmen. En ook hij heeft veel werk verzet bij de voetbalvereniging en de plaatselijke carnavalsvereniging. Allen zijn gedecoreerd als lid in de orde van Oranje Nassau. Ja, meneer Monen, al een aantal mooie onderscheidingen omhangen. Ja. Kunstwerkjes van familie en vrienden. En bij deze wil ik even dankjewel overbrengen op de knutselaars en knutselaars. Ja. U bent ook gebeld door de burgemeester vanmorgen. Wordt de bedoeling, maar uiteindelijk is er hier geweest en hij heeft een bloemetje afgegeven en ons gefeliciteerd met de onderscheiding. Ja, verwacht. Ja. Toch een beetje niet verwacht. Complete verrassing. Ja. Net gedacht van wat gebeurt er allemaal voor geheimzinnigs in de omgeving? Nee, niks gemerkt. De vrouw had het goed stil gehouden. Oké. Ik heb een hele hoop dingen gedaan voor de gemeenschap. Ik noem onder andere de voetbalclub, maar ook de Moezeband. Wat is de Moezeband? Wat is dat? Moezeband, dat is een groepje van 11, 12 verstandelijk gehandicapten. Cliënten die boeten hun dagbesteding om muziek maken. Samen met ook een andere groepsleider, Maurice Windhagen, en begeleider. En die gaan dan ook in het land, met name uit Zuid-Limburg, gaan ze optreden. In de avonduren en dan proberen het leuke sfeer te brengen, gezelligheid bij de mensen tijdens een jaarvergadering van een oude vereniging of bij een carnavalszitting. Ja. Ja, was het meest trots op? Het is misschien een hele waslies van dingen. Ja, goed. We zijn al lange tijd door met bezig en van het ene komt het andere. Hoe ben je het meest trots op? Eigenlijk op alles op zijn manier en op zijn moment. Wat ik gedaan heb. We zijn een beetje een rare manier van lintje krijgen natuurlijk. Wanneer gaat je het echte lintje krijgen? Ja, dat weer een verrassing, dat weet ik niet. Het hangt er vanaf de situatie gaat veranderen. Wat betreft de 1,5 meter afstand, denk ik. En tot dat wel, terzijde tijd alweer goed zal komen. Ja, maar wie gaat het vieren vandaag? Moet toch gevierd worden, hè? Er zijn al mensen op afstand toes geweest. En ik denk dat het even toch wel een beetje om een rustige manier gaat. En dat van onderhand wel weer gewoon inrollen. Ja. Trots? Ja, zeker wel. Trots, zeker. En net wat we net zagen, ook buiten verwachting en een waardering voor al hetgeen wat ze voor de maatschappij hebben gedaan. Ja. Proficiat en bedankt. Dank je wel.